komende tijd aan de slag met een December Daily. Wat een December Daily is, zal ik je later vertellen. Eerst wil ik je heel graag laten zien waar ik mee aan de slag ga. En dat is echt super mooi. Nou, wat is het? Wat heb ik gekregen van Wendy van Scrapwereld? Je ziet het hier bovenal liggen. Enamel dots. In prachtige kleurtjes. Ik ga gewoon lekker van boven naar beneden crisscross door de producten heen. Je zult ze vast allemaal tegenkomen in mijn December Daily. Kijk, hele mooie enamel dots in kerstgroen, kerstrood, gouden glitters, wit en nog een andere tint rood. En die zijn van Echo Park Paper van de lijn It Was the Night Before Christmas. Ook zitten er in mijn kit enamel alfa's. Sorry voor mijn belabberde Engels. Dit zijn alfabet stickertjes. Maar van ja, een beetje in de enamel stijl. Dus een beetje een glimmertje en doorzichtig. Heel mooie kleur rood. Ik hoop dat je het een beetje goed kan zien zo. Dan heb ik Candy Shop cardstock stickers. Met glitters erop. Het zijn van Doodlebug Design. Is een leuk handletter lettertypje. Dus voor de vrolijke noot. En dan ga ik eerst even naar deze prachtige papierlijn. It Was the Night Before Christmas. Volume 2 van Echo Park Paper. Echo Park heeft dit jaar 2 verschillende volumes uitgebracht. Van de kerstkit It Was the Night Before Christmas. Ik weet niet precies waarom. Misschien konden ze niet kiezen welke prachtige mooie papiertjes erin moesten. En hebben ze daarom maar 2 kits gemaakt. Dit is volume 2 in elk geval. En ik ga hem met je openmaken. Nou, wat zit er in deze kit? Hele mooie papieren. Met een kerstman in de lucht. En een mooie kersthuisjes, wintertafereeltje. Op de achterkant een dotjespatroon. Een cut-apart sheet. Met 4x6 kaartjes rechtop staand. Die kun je dus zelf op maat snijden voor je album. En op de achterkant een mooi ruitpatroontje. Een film met allemaal teksten. Noël, Christmas, Peace, Believe, Season, Jolly, Have a Merry Christmas. Allerlei teksten die met kerst te maken hebben. Op de achterkant groen met een heel mooi dotje. De welbekende kersttakjes. En een heel mooi rood vel. Weer een cut-apart sheet. Wat je zelf op maat kan snijden. Met 3x4 kaartjes, als ik het zo zie, liggend. Met allemaal wat teksten erop. De achterkant weer een mooie ruitpatroon. De kerstsokken. Ik weet niet of er mensen zijn in Nederland die hieraan doen. Wij in elk geval niet. Maar ik vind het wel een heel mooi papiertje. Ik vind het een heel mooi papiertje. Sorry dat hij heel even switchte, de film. Maar mijn telefoon was gestopt met filmen helaas. Dus ik moest eventjes opnieuw beginnen. En ik probeer de draad weer op te pakken. Nou, op de achterkant een heel mooi strepenpatroon. Een pleat. Met prachtige kerstbomen achterop. Een cut-apart sheet met strips die je kunt gebruiken op je layouts bijvoorbeeld. De achterkant sneeuwvlokken. Op een groen ondergrondvel. Typische kerstillustraties. Heel erg mooi. Met weer een rood basisvel achterop. Kersttakjes aan een slinger. Rode takjes. Kerstballen en ornamenten. En op de achterkant hele kleine sneeuwvlokjes in een vrij strak patroontje. Nog een flora en fauna vel. En groene stippeltjes. En tot slot de stickervel, het stickersheet wat in de collection pack zit. Met borderstreeps en allerlei mooie illustraties. Die je kunt gebruiken om je layout en je kaartjes op te vrolijken. Nou was ik helemaal gek van de volume 1 stickers. Dus die mocht ik er ook bij.
Dus deze is van de volume 1. Die kun je ook loskopen in de winkel. Kijk, hier staat bijvoorbeeld ook weer een mooie kerstboom op. En een zak met cadeautjes. Die ik eigenlijk al helemaal had bedacht bij een Sinterklaas layout. En ja, Joy, Merry Christmas, bannertje, die mooie huisjes. Ik vind deze ook super leuk. Ga je ook terugzien. Dan heb je nog de Twas the Night Before Christmas Coordinating Solid Paper Pack. Met andere woorden, dit is gewoon effen cardstock papier in precies de goede kleuren bij de kit. En dat heb je in rood, in groen, weet je dat gebroken wit, nog een rood, ja, een beetje beige, bruinigachtig en in heel donker grijs. En de achterkant net zo. Super mooi, bijpassend. En dan heb ik nog twee ephemera packs. Met verschillende elementen erin. Ik zal eerst de frames en tags even opentrekken. En ik leg ze allemaal mooi neer. Joy, ho ho ho. Noël, snoepje, kerstcandy, labeltjes, joyful Santa, this is the season to be jolly, may your days be merry and bright, it was the night before Christmas, allerlei mooie tags zitten erin en nou, dit soort frameetjes die kun je dus ook loshalen, ik zal deze even doen. Kijk, kun je loshalen, heb je een tag en een frameetje. En hetzelfde geldt voor deze belief. En ik kan ze bijna niet meer kwijt. En dit zijn ze dan zo ongeveer allemaal. Van de frames en tags ephemera pack. Nou, en dan is er nog de ephemera pack. It was the night before Christmas. De die-cut cardstock pieces. En die ga ik ook even voor je optrekken. Als ik de ding kan vinden. En ik zal ze allemaal even neerleggen. We wish you a Merry Christmas. It was the night before Christmas. Met een hele tekst erop. Mooie tag. Nog een tag of een frame is dit eigenlijk. Framepje, een tag. Kerstman. Sugar plums danced in their head. Nog een rondje. Happy Christmas to all. Nog een rondje. Oh. Er zitten echt kleine dingetjes in. Die je weer leuk kan clusteren. Kerstboompje, kersthuisjes, Santa Claus, deck the halls, nog een Santa Claus, schaatsen, holidays, this is the season to be jolly, this is the season to be jolly, een journaling spotje, peace and joy, nog een kerstkransje, have yourself a merry little Christmas. Deck the halls. Een tagje met een belief. Presents. Bannertje. Nog een bannertje. Nog een bannertje. Kerstmannetje. En nog een bannertje. En dat is wat er in de ephemera pack zit. De die-cut cardstock pieces. Verder heb ik mijn eigen kitje nog even wat uitgebreid. Omdat ik weet dat ik met een December Daily altijd heel veel spullen gebruik. Omdat ik toch al dagelijks een pagina maak. En ja, ik liever te veel spullen heb dan te weinig. En ik vind het fijn om een klein beetje mixed media te gebruiken ook in mijn pagina's.
En dat kan prima als je in november al gaat voorbereiden, net zoals ik. Wat ik daarvoor gebruik is een stencil. En ik zit eraan te denken om misschien nog even die nieuwe super gave Echo Park stencils erbij te bestellen. Ik heb gouden Nuvo glitter paste en rode glitter paste van Nuvo. Een oud pasje om dat te gebruiken en een spateltje. Ik heb nog extra rood cardstock met het oog op Sinterklaaspagina's. En verder nog heb ik mijn Nuvo drops. Ik denk dat ik vooral de zwarte ga gebruiken. Maar ook daarbij, wie weet, ga ik het nog wel aanvullen met andere kleuren. Nou, dit is dus de kit waarmee ik aan de slag ga. Ik hoop dat je het leuk vond om naar de unboxing te kijken. Weet dat alle spulletjes te koop zijn bij Scrapwereld. Scrapwereld.nl. En dan zie ik jullie heel graag terug in de volgende filmpjes en in mijn blogs. Waarin ik je ga vertellen over December Daily. Wat December Daily precies is. Hoe ik het aanpak. En hoe jij het eventueel zelf ook zou kunnen doen. En natuurlijk neem ik je mee de hele maand november en de hele maand december. In alles wat ik maak met deze prachtige kit. Bedankt voor het kijken. Doe je duimpje omhoog als je het leuk vond. En abonneer je op mijn kanaal. En vergeet dan even niet op het belletje te klikken. Zodat je zeker weet dat je niks mist. Bedankt voor het kijken en tot snel weer. Dag!